Er is ophef bij Show News, waar sterfotograaf William Rutte zijn ongenoegen uit over de manier waarop zijn goede vriend Gordon is behandeld. Vooral Patty Bart krijgt er van langs volgens hem. Binnen Show News lijken veel deskundigen bevriend te zijn met BNers, wat soms ongemakkelijke situaties oplevert. Gisteravond was het weer raak toen Bart Ettenkoven kritiek wilde uiten op Gordon en daarop werd aangevallen door diens goede vriend William Rutte. Bart meldde dat Gordon geen zin had om met een cameraploeg van Show News te spreken tijdens opnames voor het nieuwe programma van de Meilandjes. William verdedigde Gordon door te zeggen dat hij geen zin had om weer gebast te worden voor de derde avond op rij. Bart vroeg kalm of William vond dat Gordon zuiver zong. William ontweek de vraag en merkte op dat er wel heel erg gebast werd. Bart weerlegde dat ze gewoon eerlijk waren over wat ze hoorden. William haalde Patty Bart aan, die zaterdagavond herhaaldelijk in shownieuws beweerde Gordon het beste te gunnen, maar ondertussen haatberichtjes van Connie Witteman over de zanger Liketen en benadrukte dat zijn kaartverkoop slecht liep. William noemde haar vals en vond het hypocriet. Bart vond de kritiek flauwekul en legde uit dat ze dergelijke opmerkingen ook maken als iemand snel uitverkoopt. Evert Santegoed sprak William aan op Gordon's lelijke opmerking over Dries Roelfink, wat volgens William niet nodig was. William verklaarde de slechte kaartverkoop door te zeggen dat theaters vaak op abonnementen werken, maar Bart noemde dat onzin en benadrukte dat bij zoveel publiciteit een behoorlijk percentage van de zaal zou moeten uitverkopen. Al met al lijkt het erop dat bij shownieuws de dubbele petten weer voor de nodige opschudding zorgen.